Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading, de reading van 1 juli. Deze week staat energetisch gezien in het teken van door de illusies heen kijken, je losmaken van wat belemmerende patronen zijn, je losmaken van hoe het zou moeten, ook al voel je dat jouw pad anders loopt. En daarbij staat deze energie deze week ook in het teken van je verbindingen versterken en liefdesrelaties verdiepen. Als we even gelijk doorpakken naar de hulpmiddelen, niet wetenschappelijk bewezen, puur energetisch en spiritueel, en je houdt van edelstenen, dan zou ik gaan voor de sodaliet. Dus die komt weer even terug. Die helpt namelijk mooi die keelchakra nog verder in balans te brengen, maar helpt ook die zelfvertrouwen te vergroten. En zelfvertrouwen is wel heel erg fijn om in balans te blijven als we kijken naar illusies doorbreken, want dat creëert verandering en dat kan een stukje zoeken creëren. En ook in liefdesrelaties verdiepen is het fijn als je heel mooi bij jezelf kunt blijven en vanuit jezelf die verbinding kunt maken. Dus vandaar mijn keuze voor sodaliet. En qua geur zou ik gaan voor mirre. Mirre heeft namelijk heel mooi energetisch gezien aan de ene kant het helpen in balans brengen van liefdesverbindingen en partnerrelaties in zich. En aan de andere kant werkt mirre ook in op je keelchakra. Vind ik een mooie link naar de sodaliet. Maar ook op je derde oogchakra. Die helpt je ook in balans te brengen. En dat vind ik weer een mooie link naar door die illusies heen breken en zien wat er werkelijk is. Dus vandaar mijn keuze voor mirre. Energetische dagen. We hebben er twee. We hebben de nieuwe maan op 6 juli. En energetisch gezien staat die in het teken van je onzekerheden omarmen. En daarin eigenlijk ook weer die een stapje verder helen. Wat ook logisch is, want als je door die illusies heen gaat kijken, dan kan je ook wat onzekerder worden. Kan je ook wat aan jezelf gaan twijfelen. En eigenlijk nodigt deze energie van de nieuwe maan van 6 juli je uit om te zeggen van oké, maar dat ik dit zie en dat ik die kant op wil en dat ik dat voel, wil niet zeggen dat ik dan uit verbinding treed en wil niet zeggen dat ik dan vreemd ben of verkeerd bezig ben. Ik heb gewoon mijn eigen pad te bewandelen. Dus dit gaat ook niet over dit is goed en dit is fout. Dit gaat over dit is het pad van de ander, dit is het pad van mij. En als we daar beide in gaan staan, kunnen we een hele mooie brug naar elkaar creëren zonder elkaar te moeten veranderen. En dat is ook weer de illusies die je mag doorbreken. De illusie van, we moeten allemaal precies hetzelfde pad lopen en dat pad van de ander moet precies bij mij passen en mijn pad moet precies bij de ander passen. Dat gebied de illusies ook doorbreken. Nummer 7 juli hebben we een poordag. Dat is een dag waarop de sluier tussen ons en het universum op zijn dunst is. En dit is een van de meest krachtige poordagen van het jaar in mijn ogen. Want deze dag die staat in het teken van je eigen leider zijn. Je eigen spirituele leider zijn. Je eigen ingevingen daarin dus ook volgen. Je losmaken van input van anderen die dus niet passend meer voor jou is over jouw levensvisie, normen en waarden en hoe jij tegen het leven en de energetische wereld aankijkt. En ook de leider van je eigen leven zijn hoort bij die energie. Dat past natuurlijk weer helemaal bij door die illusies doorbreken. Dus dat is een mooie energie deze week. Ik vind hem zelf intens, maar wel heel mooi en heel bevrijdend. Ik ga even kijken of we daar met een kaartlegging nog iets moois aan toe kunnen voegen. Ze komen nog steeds uit de fluisteringen van de natuurorakelkaarten. Ik vind deze set op het moment heel fijn werken. Dus dan blijven we daar trouw aan. Dan gaan we niet proberen een andere set te pakken. Omdat dat dan leuk zou zijn. Als iets werkt, als iets goed voelt, dan gaan we dat niet veranderen. Gaan we eens even kijken. Dan valt er gelijk een uit. Houd je. Hij gaat er gelijk vandoor. Mijn is. Zo, even de microfoon weer recht doen. Houd je kinderlijke geest. En die nodigt je uit om ondanks de ontwikkeling van meer zelfvertrouwen en kracht wel te blijven spelen. Want deze energie brengt natuurlijk wel het risico met zich mee dat je wat serieus wordt en een beetje te serieus wordt en te veel in je hoofd gaat zitten. Dus om balans te creëren vraagt eigenlijk dit kaartje van blijf spelen, blijf nieuwsgierig, blijf onderzoeken, blijf waarom vragen. En blijf in de plassen springen als het geregend heeft, want dat brengt daarin ook weer een stuk balans. En spelen is gewoon leuk en is gewoon
gezond en helpt ons te genieten van het leven. Dus die vind ik eigenlijk heel concreet. Nou, deze is er nou 3 keer uitgevallen. Hogerop. Als toevoeging hierop. En het kaartje hogerop, die bevestigt eigenlijk hoe belangrijk het is om jezelf niet te onderschatten. Dit pakt in mijn beleving ook een stukje terug op die ambities waar we mee aan het werk waren. Volgens mij was dat de volle maan van juni waar dit betrekking op heeft. Je ambities waarmaken, je doelen uitwerken en plannen en die serieus nemen. En dit kaartje herinnert ons eraan om daar naar terug te kijken en niet in de valkuil te trappen om te twijfelen dat het niet haalbaar is, omdat we dan nu misschien in dit tijdsbestek niet genoeg stappen gezet zouden hebben. Dit soort dingen, die plannen uitwerken, die hebben tijd nodig. En dat wil dus niet zeggen dat je niet goed bezig bent. Geduld is alleen een schone zaak. Dus ga jezelf nu niet kleiner maken en ga niet afgeven op je vooruitgang, om maar even zo plat te verwoorden. Omdat dat zonde is, omdat je eigenlijk gewoon heel goed bezig bent. Dus blijven vallen. Dat is weer het oude vertrouwde kaartje wat iedere keer terugkomt. Mogelijke toegangspoort. Als laatste kaartje voor deze week. Want ik krijg een beetje een handig gevoel van hoe alles valt en doet. En mogelijke toegangspoort, die herinnert ons aan dat we dus ja, naar die nieuwe fase aan het toe bewegen zijn. Dat we er eigenlijk al in zitten. En dat dit naar hele mooie dingen kan leiden. Dus dit is voor mij een kaartje in deze setting van hoop, van bevestiging, van een uitnodiging om door te zetten. En in verbinding te blijven met dit gevoel van, hey, er is een positieve verandering gaande. Er is een shift gaande. En daar mag ik op bouwen, daar mag ik op leunen, daar mag ik gefocust op blijven. Dat zijn de kaartjes. En je merkt het dus al dat het een best wel een rommelige energie is. Is ook al is die wel heel serieus en gericht, toch is er omheen een soort randje aan chaos. Dat merk ik zelf ook. En ik hoop dat we daar deze week niet te veel last van gaan krijgen. Hier ga ik hem afronden en ik wens jullie een hele mooie week toe.